doen, want ik mag Jasper mogen begeleiden. Jasper is een hele goede verkoper. Heb ik me laten vertellen. Hij is baas bij de verkoopwinkel Mediamarkt in Middelschap. Of semi-baas. En dat herken ik wel. Ik vond Jasper nogal gelikt. En af en toe dacht ik van het mag wel wat minder beleefd en wel voorkomend en vragen hoe het met mij gaat. Dus dit vraagt namelijk nooit hoe het aan mij hoe het met me gaat. Behalve Jasper. Jasper doet het wel. Jasper heeft een mooi onderzoek gedaan voor Abundance of Choices. Het is een mooi initiatief van een collega van mij. Hij heeft een bedrijf opgezet waarbij studenten begeleid worden richting de keuzes die ze gaan maken in het volwassen worden, richting de arbeidsmarkt, richting de studiemarkt. Jasper heeft gekeken of bedrijven daar in Haarlem en omgeving geïnteresseerd in waren en hoe zij dat dan voor zich zagen. En dat gaat dan op zijn Jasper, dat vertrouwt Jasper ook helemaal toe. Hij gaat gewoon die binnenstad in, loopt het bedrijf binnen, zeg maar, en zegt tegen die mensen op zijn manier, op zijn verkopersmanier, ik wil graag met de baas spreken. En dat lukt hem dan ook. Weet je, andere studenten zou ik dat nooit geadviseerd hebben. En zeg ik, doe maar niet, ga maar bellen of zo. En probeer je een uitnodiging te krijgen. Nee, Jasper stapt gewoon binnen. En die komt daar in zijn pak en in zijn welvoorkomendheid. En ja, iedereen, nou ik wil niet zeggen, trapt daarin, maar iedereen gaat daarin mee. Jasper had iets eerder klaar willen zijn dan ik. Ik heb hem wat afgeremd, geloof ik. Maar dat is inmiddels besproken. Mooi resultaat op dit moment. En Jasper was ook altijd een beetje eng. Ik vond het altijd een beetje eng. En dat werd pas na één keer, na twee keer. Het wordt beter, hè? Ja. Jasper nam alles op, namelijk. Dat gaat echt heel ver. Dan kwam hij met zijn mobiel en die legde hij op tafel. Of hij ergens stop? Nee. Nee hoor. En dat ging dan keer achter keer. En dat eindigt op het laatst met een videocamera die hij dan mee zou nemen. En hij wilde alles opnemen. Dus ik dacht, verschijnt in een real life zo. Zo van, kijk eens hoe dit allemaal gaat bij in Holland. Dus ik hoop niet dat je het allemaal misbruikt. Ik heb ook voorgenomen om nooit meer iemand toe te staan. Ja, echt? Ik kreeg er de kriebels van op een gegeven moment. Nee, je ziet van wie ik het heb hier. Ja, dat was die camera volgens mij. Nee, maar hartstikke goed gedaan. En hartstikke veel succes in je baan die je al hebt. Ja, je bent gewoon een perfecte verkoper. Hou het mee. De muts. Oh.